Hier was het altijd koud. Dus mensen zaten hier met dekentjes en dikke truien naar voorstellingen te kijken. En het was altijd hetzelfde. Het is heel schoon, maar het is koud. Dan zijn we gaan rondkijken in de wereld van de loodgieterij. Wie ons de beste prijs kon geven, de beste offerte. En dat was de Emile. Emile vertelde dag na dag wat er hier ging gebeuren. Hij kwam binnen en hij zei, vandaag doe ik van daar tot daar. En dan schoof hem weer een buisje door een gatje. En dan kwam er weer warmte in een kamer. En s'avonds gingen we dan samen in die kamer staan en in die ruimte. En dan genoten we van de warmte. En hij zei, en morgen doe ik dat en dat. En dat is schoon, dat iemand je zo op de hoogte houdt, dat je niet een loodgieter in huis hebt die zijn bakjes niet opentrekt, gelijk dat ze het in Antwerpen zeggen. Maar dat je iemand in huis hebt die je heel duidelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Emile, dat is een vakman. Maar een vakman met het hart op de juiste plaats. Hij praat met u als mens. En niet als loodgieter die u overdondert met de nieuwste high-tech snufjes. En hij plaatst die high-tech snufjes. Maar hij blijft met u communiceren als mens. En hij heeft u door als mens. En dat is heel belangrijk. De Emile, dat is een loodgieter, maar ook een mensenmens. En mensen, dat hebben we nodig.